Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Christina Ponyboek en we zijn weer terug bij Habbo Hotel. Ik moest mijn poppetje omgaan kleden, want ik moet iets van HC zijn. Ik weet niet wat. Maar hey. Oké, laten we gaan kijken wat voor kamers er zijn. We kunnen... Oh, ja, alle kamers. Roze pennen. Bunny, skate, raad het woord win. Credits. Elfcentrum. Habbo leven. Als wij een stoel dan zijn er nul mensen. Stoel los. Hier is de één. Oh, dat ben ik. Wauw. Iedereen is alle stukjes te. Dat is sowieso, er zijn heel veel mensen. Besef mensen, Habbo is gewoon uitgestorven. Vroeger was dat helemaal populair, maar oké. Waar ben ik? Daar kom ik aan gelopen. Nou, mooi hoor, lopen over de fontein. Waarom? Waarom staat die vent daar naakt? Hallo. Ik kan een weentje. Nou, ik drink wel hoor. Wat gaan we zeggen? Hallo. Goedemorgen. En dan gaan we gewoon kijken wie er is het lekkers. Lekker. Wat? Ja, kijk, hij vindt die mega man. Die man. Die zegt ook, Habbo Hotel is dood. Ja. Normaal kan je vroeger stoelen dan zijn, omdat er vroeger normaal heel veel kinderen meespelen. Maar nu heeft hebben kinderen een mobiele telefoon of trouwens gewoon een beetje random ergens in en dan spelen ze dit spel niet meer. Ik weet niet hoe vaak ik nog Habbo ga opnemen, want het is uitgestorven. Ik kan niet veel doen in dit spel. Dus ik hoop dat Habbo weer ergens een trend gaat worden, dat ik gewoon
Habbo Hotel kan streamen met stoelen dansen wel. Maar nu zijn we gewoon hier met een random gozer of weet ik veel wie achter dat account zit, zitten te typen. Er verschijnt bijna een heel chatgesprek met Habbo. De mensen. Ik ga niet maar ik kan het niet Waar sta jij? Dit is die, oh, dit is die mega man. Voeg toe als vriend. Gedaan. Ben ik besties met hem? Serieus, mijn beeld staat hier. Ben ik nou besties met hem? Ja, ik heb vrienden. Iedereen accepteert. Op zich wel een leuk kamertje. Oh ja, even dit hier weg doen. Dus iedereen dan wel mijn facecam zit hier. Dus ik kan niet zien wat ik gedaan heb. Ik zit wel lekker een biertje te drinken. Nou, we gaan maar lekker dansen. Op de muziek. Op de muziek. Ik weet niet wat voor muziek dat draait, want ik hoor niks. Maar die man achter de bar hier, die is wel echt goud waard. Dat hij gewoon naakt als een opertje er staat. Gaan lekker zitten bij de bar. Kan ik ook op een klik of iets bestellen? Nee. Wat is dan weer jammer? Het is Femke Louise, en ha! Kan praten, lopen, dansen en kleren dragen. Wauw. Nou, ik sta mooi achter de DJ-boot. Nou, dit was eigenlijk deze kamer. Volgende keer ga ik een andere kamer inspecteren, denk ik. Misschien van Habbo is wel leuk. Ik sluit dus... ja, het is niet veel. Ik heb wel met een gozer gepraat. Of een vrouw, I don't know. Maar ik sluit bij deze video af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie ook weer bij een volgende video. Doei doei!